super verdrietig. Oké, dat is een grapje. Maar ik kan hier wel misbruik mee maken bij mijn vrienden. Door zo alles te krijgen wat ik wil. Ik heb zoveel zin in vandaag. Ik heb mijn eigen pickaxe mee. Lotte's pickaxe en Harry's pickaxe. Ik heb ook een beetje honger trouwens. En over honger gesproken, meneer Kipje zal vast ook wel wat honger hebben. Dus laten wij voor hem heel eventjes wat seeds plukken. Daar zo, hoppakee. Maar met al die pickaxes gaan we zo meteen naar de mine toe. Alsjeblieft, meneer Kippie. We gaan namelijk eindelijk een keer op zoek naar diamanten. Dus ik moet alleen iedereen even thuis ophalen. Ik hoop dat Harry thuis is. Harry! Loopt er nou een koe in zijn huis? Harry! Kun je de deur open doen? Harry, ik kom je ophalen voor de mijndag wat we hadden afgesproken. De mijndag? Ik heb eigenlijk andere dingen aan mijn hoofd. Hoe bedoel je? Koeien? Ja, Harry, wat doen al deze koeien juist? Ja, mijn koeien, ja. Dus succes. Het spijt me. Ik moet op de koeien zorgen. Waarom staat je huis vol koeien? Dat is toch mooi? Moet je eens kijken. Hartstikke mooi. Oh nee, Harry. Straks eten ze je boeken nog op. Je weet dat koeien dat doen, hè? Nee, toch? Nou ja, ik zie er daar al eentje helemaal opengescheurd liggen. Nou ja, vooruit. Ik speciaal omdat het de koeien zijn, mogen ze het doen. Oké, Harry. Succes met je koeien. Die Harry is ook altijd een rare gozer. Laten we even kijken of Lotte thuis is. Ik bedoel, ik heb ook Lotte er pickaxe mee, zodat we samen kunnen gaan minen. Mevrouw Konijntje staat hier nog wel. Maar waar, oh, waar is Lotte? Hallo, Lotte! Lotte! Het ziet er niet echt naar uit dat Lotte thuis is. Wacht. Nee, ze is echt niet thuis. Ze is ook niet boven. Zou ze dan al in de mijn zijn? Lotte! Hey Alex! Kom je nou uit de mijn gelopen? Nee. Wat had jij in je hand? Niks. Had ik het in mijn hand? Ik had niks in mijn hand, toch? Oké. Nou ja. Lotte, kom je met mij mee minen? Ik heb je pickaxe. Nou, ik heb eigenlijk niet zo zin om te minen. Want, ja. Je bent wel wezen minen! Ik zie die diamond wel! Helemaal! Alex, je hebt letterlijk een diamond in je hand. Deze? Bedoel je? Harry! Wat gebeurt er? Nee. Harry, wat heb je gedaan? Ja, het gaat helemaal over. Nee. Harry, hoe kan dit gebeuren? Wat heb je allemaal gedaan? Dit is jouw schuld, omdat de koe moe zijn. Wat? Ja. Hoezo is dit mijn schuld? Omdat die koeien moe zeiden. Koeien zeggen altijd moe, Harry. Dit is gewoon jouw schuld. Dit is jouw schuld dat het huis in de fik staat. Ik stond daar. Ja, maar het is helemaal niet mijn schuld, Harry. Het is de koe die het heeft gedaan, niet ik. Is hij nou aan het huilen, Lotte? Harry, ik heb helemaal niets gedaan. Dit was niet de bedoeling dat je zou huilen. Trost me een beetje of zo. Het spijt me. Wil je een appeltje? Appeltje? Ik wil wel een appeltje. Oh, hier, appeltje. Dankjewel voor het appeltje. Het spijt me. Het was niet de bedoeling dat je zou huilen. Sorry. Oké, het is al goed. Ik ga even naar huis, Harry. Oké, is goed. Doei, Harry. Doei, Lotte. Doei, Alex. Kijk, Alex, daar nou zitten door mijn raam heen. En je zult het niet geloven, maar ik zit op een dak van Alex. Want ik ga hem pranken. Oh, ik heb er zoveel zin in gewoon. Ik ben hier wel gevaarlijk op het dak van Alex, maar... Oké, ik moet ongeveer, denk ik, hier zo zijn. En dan denk ik dat ik hier mijn TNT... Hier aan neerzetten. Oké, wordt heel spannend. Ik moet trouwens wel oppassen dat ik er zelf niet doorgeraakt word, maar... Ik heb zo het gevoel dat huilen eigenlijk best wel goed werkt. Ik bedoel, ik kreeg gewoon een appeltje en ineens deed iedereen alsof het niet meer mijn fout was. Waarom heb ik hier nooit vaker over nagedacht om dit vaker te gebruiken? Ik kreeg gewoon altijd huilen en dan krijg ik altijd mijn zin. Oh, dit is zo'n goed idee. Maar waar gaan we dit idee nou eens gebruiken? Ik bedoel, we gaan er natuurlijk... Lotte? Wat is Lotte? Alex? Ga eens van mijn dak af! Hoezo? Het is toch een mooi dak hier? Probeer... Wow, wat een knal! Wat heb je gedaan, Lotte? Alex, het kan dat je bed nat is als je gaat slapen. Oh nee. Wat is er? Alex, wat is er? Waarom heb je mijn huis opgeblazen? Oh, maar... Zo bedoel ik het niet, Alex. Ja, maar waarom zou je dat doen, Lotte? Het spijt me, oké? Neem je wat lekkere koekjes, oké? Dankjewel, maar ik vind het echt niet leuk, Lotte. Ga maar naar huis. Ik ga even thuis verder huilen. Sorry, Alex. Het werkt, het
het werkt. Oh nee, dat schilderij van Scully is een beetje eraf. Oké, die hang ik later wel op. Maar het werkt gewoon door te huilen. Maar was dit nou nodig met een huis opblazen? Stomme Lotte. Ze is er niet eens goed in. Het enige wat ze heeft opgeblazen zijn deze twee blokjes hier zo. En mijn schilderij. Ah joh, maar Lotte kan nog niet eens een enderdraak verslaan. Dus dat verklaart ook een boel. Lotte! Ja, Alex, wat is er? Ik vroeg me af of je meer koekjes had. Want wat het dus is, is dat meneer Kippy ook best wel zin heeft in koekjes. Nou, Alex, ik heb alleen geen koekjes meer voor je, helaas. Maar, waren dat alle koekjes? Je hebt zelf nog een koekje in je hand. Ja, maar die ga ik nu opeten. En nu heeft meneer Kippy geen koekje meer. Hallo. Hoi, Harry, ik ben ook een wortel! Ik heb geen wortel meer! Hoezo niet? Ik heb honger! Sorry. Ja, maar ik heb honger! Maar ik weet wat ik wel voor je heb, Alex! Wat dan? Echt niet super lekker! Ze gaat het echt geweldig vinden, oké? Wat is het? Het doet ze nog aan Nou, jemig! Ik haat augurken! Vind je ook niet dat Alex een beetje gek doet vandaag? Ja, hij is heel zielig en hij is de hele tijd aan het huilen. Ja, hij is de hele tijd aan het huilen en ik voel me het schuldig dan daarover. Ja, ik vind het wel sneu eigenlijk. Ja, we moeten misschien iets voor hem verzinnen om op te vrolijken. Ja, zullen we hem opvrolijken? We gaan hem opvrolijken. Oké, heb jij misschien een idee al? Er is daar zo'n slootje met water met een parcours. En dan kunnen we parcours doen. Dat is wel leuk. Ik denk dat het echt een briljant idee is. Ik hoor namelijk dat Alex daar wel van houdt om te parcouren en zo. Vooral lekker vies te worden met de hele water te spelen en zo. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Oké, laten we die kant op gaan. Wat is er? Alex, kom eens naar buiten. Oké. Wat is er nou weer? Hebben jullie weer geen koekjes of augurken mee of zo? Ja, ik heb een heel leuk idee. Ja. Wat dan? Ik heb nou ook een heel leuk idee om jou op te vrolijken. Yippie. Ik ben helemaal niet vrolijk vandaag. Ja, maar zo meteen wel. Kom, volg ons. We hebben een leuk iets. Kom. We nemen je mee. Kom. Het is een verrassing, oké? Oogjes dicht. Je gaat het echt leuk vinden, Alex. Oké, ik heb mijn ogen dicht, maar nu zie ik niet waar ik heen loop. Stop het lopen. We gaan een parcours doen. Een parcours, dat vind ik vaak wel leuk. Ja, dat vind je leuk toch? Dan kun je in het water vallen. Nee, maar ik wil niet in het water vallen. Ik wil hem wel halen. Oh, ja, dat bedoel ik. Maar anders val je in het water. Dat is toch leuk? Oké, jij eerst, Harry. Harry, jij gaat eerst. Oké, dan ga ik. Ik ben natuurlijk al veel stout hiervoor, maar dan gaan we. Harry gaat het goed doen. Ja, dit gaat wel. Hij gaat goed. Let op. Jeetje, wat is die goed, hè? Wow. Oké, jouw beurt, Lotte. Oké, Alex, kom nu. Wacht op mij, Lotte. Oké, dit vind ik inderdaad wel leuk. Hier hadden jullie wel gelijk in. Oh nee. Alex, oh, dat is die augurk, man. Sorry. Is weer die stomme augurk. Alex, dat ging toch ongeluk? Ik had het niet meer door. Lotte, ik ben helemaal nat. Kom eens mee, Alex. Ik wil niet mee. Kom alsjeblieft. Ik kan je wat vets laten zien, oké? Over de augurk. En ik beloof je dat je niet vies gaat vinden. Oké, kijk. Ik in het water. Lotte, ik heb een hartstikke leuk idee nu. Ja, en een echt heel leuk idee. Volgens mij. Nee. Ik heb nog iets anders. Een dierentuin. Een dierentuin? Oh, dat vind ik zelf wel erg vet. Een dierentuin. Wow, kom, gewoon Alex meenemen. Het is heel leuk. Heel leuk. Ik ben er laatst geweest. Allemaal leuke diertjes en zo. Alex. Oh, daar komen ze weer. Ik moet weer doen alsof ik aan het huilen ben. Ik ben zielig. Alex. Ja, ik kom eraan. Wat nou weer? Echt een heel leuk idee. Hallo. Wat dan? Ik heb een heel leuk idee. Wij gaan nu naar de dierentuin. Echt waar? Dierentuin. Dat vind ik wel leuk. Ik ben nog heel lang niet in een dierentuin geweest. Ja, is echt heel leuk. Oké, ik kom met jullie mee. Ja, ik kom mee. Oh, Alex, je gaat het echt geweldig vinden. Ja. Is heel leuk. Ik heb echt niet door dat ik doe alsof ik verdrietig ben de hele tijd. En we gaan zo allemaal leuke dingen doen. Oké, we gaan er weer terug in. Lotte. Ja, Alex? Heb je alsjeblieft geen augurken mee deze keer? Want ik word er heel bang van. Nee, ik heb geen augurken mee. Dat zal ik nooit doen, Alex. Oké, dankjewel. Ik heb honger. Wacht, mijn buik doet knor. Oké, we kunnen. We moeten hier gewoon heen, want ik zie geen boot. Zwemmen. Zwemmen! Woehoe!
Wow! 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 Oké, dit is inderdaad wel leuk zwemmen. Klopt. Waar moet ze heen? We zijn erbij. We zijn erbij. Maar nog niet helemaal. Kom je vrouw? Oké, dat was grappig, Lot. Ik bedoel, dat was niet. Dat moet volgens mij doen bij hem. Oh, Alex, dat was er bij hem. Nee, Alex, sorry, het spijt me. Harry, gaat alles oké? Ja, ik ben al wat ouder, maar het lukt allemaal nog wel, hè. Het wil allemaal nog wat bewegen. Wel, hè? Ja, hier zijn we. We zijn er! Wow! Oh, wat leuk! Je hebt een klein slijmpie daar zo! Oh, wat een poepie! Oh, je zit helemaal in het water te zwemmen! Wat een liefie is het ook! Oh, ik wil ook een slijm als huisdier! Oh, kijk hem nou! Hij zit zo lief te springen en... Oh, nee! 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 De kikkers hebben hem opgegeten! Alex? Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Stop! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Ik word er zelf ook verdrietig van! Ik ook! Oh, jammer! Alex! Oh, ik wil weg uit de dierentuin! Ja, maar kijk, ze hebben ook geiten! Ik heb niet geiten! Ik wil naar huis! Oh, Alex! Hallo! Hallo, Alex! Alex! Hallo! Alex, deur is open! Alex! Wat is er? Wat is er, Lotte en Harry? Kom, mogen we even binnenkomen? Ja, tuurlijk, kom binnen. Oh, wat is die lekker warm! Ja, ik weet het, maar... Prachtig huis heb je, Alex. Ik ben nog een beetje verdrietig van die kikker. Geen zorg, Alex, want wij hebben weer een briljant idee bedacht... waardoor je echt super vrolijk gaat worden. Wat dan? De moppenshow! Een mop ga ik je tegen je vertellen. Ja! Een hele leuke mop. En daar ga je vrolijk van worden. Ik weet het zeker. Oké. En ga jij vrolijk van worden. Daar ga ik vrolijk van worden. Precies, ja. Oké. Oké, let op. Oké, ik ga het vertellen, oké? Ja, is goed. En de mop heet koeien in een bad. Koeien in een warm bad. Oké, let op. Twee koeien zitten in een bad. Zegt de ene koe, lekker warm bad, hè? Zegt de andere koe, ja, alleen krijgt die zwarte vlekken er maar niet vanaf. Ja, die is toch leuk of niet? Ja. Waarom had hij eigenlijk zwarte vlekken? Dat is een koe, Alex. Die hebben zwarte vlekken. Oh. Ja. Oh, oké. Anders zal ik wel even de mop vertellen. Want, goed. Alex? Ja? Weet je waar bananen groeien? Op de maan. Want de maan is ook geel. En ook een banaan. Hey, Alex, even serieus. Waar groeien bananen? Op de maan. Alex, waar groeien bananen? Boom. Zeg, aan een bananenboom. Aan een bananenboom. Ah! Dat ik het aan een aap moest vragen. Ja. Noem je mij nou een aap? Oh, oké, nee, wat ging te ver? Sorry, het spijt me, Alex. Ik heb het erom moest lachen. Hoezo noem je mij een aap? Ik ben geen aap. Sorry, zo'n klauter gewoon veel. Twee oenen lopen over straat. Zegt de ene oen tegen de andere, mag ik in het midden lopen? Ja. Zijn er twee personen, dan kan je die was echt leuk, die is echt leuk. Ja, dat zijn jullie twee. Want ik deed de hele tijd alsof ik verdrietig was. Om spullen van jullie te krijgen en leuke dingen te doen. Allemaal omdat jullie niet met mij wouden mijnen. Dus jullie zijn de grote Oena. Dat meen je niet. Aha. Mag je echt niet misbruiken gewoon. Maar hey, bedankt voor het komen. Bedankt voor de koekjes. Bedankt voor de leuke dingen. Hey, was gezellig. Doei. Alex. Lotte, mag ik in het midden lopen? Oh, Harry.